Winkeliers, ondernemers en buurtbewoners in de wijk Woensel in Eindhoven slaan de handen ineen om een markant figuur uit de buurt een fatsoenlijke begrafenis te geven. Het gaat om Eppo Stam, een man die veel rond het Cassandraplein in Eindhoven rondzwierf. Eppo Stam overleed vorige week op 51-jarige leeftijd. Buurtbewoners, vrienden en kennissen van Eppo plaatsten vanmorgen een overlijdensadvertentie in de krant. Eppo had zelf niet genoeg geld voor een begrafenis. En daarom zou die door de gemeente worden begraven. In Eindhoven bij het Cassandraplein is Rogier van Son. Ja, Rogier, waarom is zo'n gemeentelijke begrafenis niet goed genoeg voor deze man? Nou, hij was hier heel erg geliefd. Iedereen die hier spreekt, die kende Eppo. Hij was een heel markant figuur en dat kwam met name ook door zijn verschijning. Hij was geen zwerver, maar hij zag er wel zeer onverzorgd uit. Kwam hier dan samen met zijn honden, was dan heel luidruchtig. Maar mensen waren zelfs een beetje bang voor hem, werd mij verteld. Maar als je dan met hem sprak, dan was het eigenlijk een heel lieve man. Als je wat geld tekort kwam, dan schoot hij bij. En ja, zijn honden, die had hij altijd bij zich. Hij heeft een paar dagen dood in zijn appartement gelegen. En ja, ze hadden de grootste moeite om een van zijn honden bij hem weg te krijgen. Ja, ze zullen hem hier missen, Eppo Stam samen met zijn honden. Ik kende Eppo natuurlijk, hè? Altijd zijn honden bij zich, altijd vrolijk, altijd lief, altijd dronken. Ja, als een bijzonder man, eigenlijk goed kennen we hem niet. Ja, hij noemde zichzelf altijd Eppo, maar ik ben er net achter dat hij eigenlijk Wilfred heet en dat hij helemaal geen Eppo heette. Die ken ik, ja. Die kwam hier regelmatig bij de Alptijn binnen om koffie te halen en ja, inderdaad zijn dagelijkse biertje te kopen, zeg maar. Soms was je ook wel eens een klein beetje ondeugend en dan mopperden we wel eens op hem en dan ging hij naar Floris, naar de bloemenzaak en dan kocht hij voor de cashieres een roos en dan kregen we allemaal één roos van Eppo en dan, ja, het was gewoon een goede man. En wat we absoluut niet wilden, want ja, daar kom je dan ook mee in aanraking, is een gemeentelijke uitvaart, want dat duurt 15 minuten en ja, iemand die zo vaak hier geweest is, verdient meer dan dat. Ja, donderdag is het dus nu een gewone begrafenis, hè? Dus georganiseerd onder meer deze manier. Moet er nog veel geregeld worden? Nou, heel veel is al en kan aan krijgen. Er is een locatie geregeld, ze mogen terecht in de Petruskerk. Er is al een kist geregeld, er gaat een koor komen van 30 mensen. Maar wat er vooral nog nodig is, is geld. Want zo'n begrafenis kost natuurlijk duizenden en duizenden euro's als je het goed wil doen. Ja, er zijn 15 partijen nu bij betrokken. En bijvoorbeeld ook buurtbewoners zijn hier geld aan het inzamelen. Bij de Albert Heijn staat een potje waar je wat geld in kunt doneren. Dus ja, wat er nog nodig is geld om hem een waardig afscheid te kunnen geven. Dankjewel, Rogier van Son vanuit Eindhoven. Thank you.